We gaan naar Congo toe. Ik ben door Masterpiece gevraagd om voor een wereldwijde campagne Music Above Fighting met mijn band in Congo te gaan spelen. Met lokale muzikanten probeert Masterpiece juist in oorlogsgebieden nieuwe peacebuilders te werven en met muziek iedereen een hart onder de riem te steken. En dat vind ik een fantastisch idee. Dat gaan we samen doen met de in Congo immens populaire Innocent Balumé. Een nu 16-jarige rasartiest die ooit op zeer jonge leeftijd de Congolese X-Factor won en daarmee zijn geboortestreek Oost-Congo eindelijk weer eens positief in het nieuws bracht. Dat is een jonge man, 16 jaar, en dat is een groot muzikaal talent. Dus ons doel is om samen een concert te gaan organiseren. Voelt al wel Afrikaans of zo. En dit doen die mensen de hele dag. We proberen ons ook een beetje voor te bereiden, maar ja, we moeten aan de master daar maar vragen wat echt de Afrikaanse ritmes zijn. Maar we hebben ons een beetje in geprobeerd te verdiepen, dus op hoop van zegen. Congo ligt in het hart van Afrika en is 62 keer zo groot als Nederland. Wij gaan dit avontuur niet alleen aan, maar krijgen hulp van Saar, die alvast vooruit is gereisd, om te helpen met de voorbereiding van dit vredesproject. Nu vraagt u zich misschien af, bijdragen aan vrede met muziek, dat klinkt heel ambitieus. Maar toch, Congo is een bakermat van de muziek. De typische Afrikaanse muziek is polyritmisch, oftewel meerdere dingen door elkaar. En dat is typerend voor deze samenleving. Alles is muziek in deze regio. Dus als je de mensen wilt bereiken, is dat met muziek. Daar komt bij dat weinig mensen een televisie bezitten, dus als je iets te zeggen hebt, doe je dat via de radio met muziek. Op papier een heel goed verhaal. En nu maar hopen dat het gaat lukken. Is het daar belangrijker dan voor ons, denk je? Ja, dat denk ik ook. Het lijkt of iedereen daar muziek bij maakt. Bij ons is het meer een soort van vermaak. En daar is het meer in waarde, het verhaal wat je vertelt. Of eenheid creëren door middel van met z'n allen zingen. Het doel van Masterpiece is ook om mensen samen te komen en in dialoog te krijgen. Dus het is wat dat betreft een hele mooie. En muziek is de enige wereldtaal die er bestaat. Het is wel echt waar. Vind ik een mooi uitdrukspunt. Bijvoorbeeld het notenschrift is ook in ieder land hetzelfde. Of je nou in China bent, of in Amerika, of in Europa. Ze lezen allemaal één ding. Ik ben inmiddels aangekomen bij de Congolese Masterpiecers, de organisatoren van onze Music Above Fighting Tour. Max, Amuri en Diego. It was great, your journey. It was pretty good. How was your journey? The road was not working as there were some people were killed on the road, so we just turned from Burundi and then, but it's nice, huh? Yeah, it's nice. It's nice? Yeah. Oh, I think it's, yeah. Wow, dat is wel een heftig verhaal. Nee, we konden er even niet langs, want er lagen lijken op de weg. Okay, well, I'm here to help you guys. Okay. So tell me what to do. Ik ga ze helpen met het bestikkeren van de tourbus, waarmee we rond gaan trekken om overal mensen een hart onder de riem te steken met muziek. Can you explain to me what you really do for Masterpiece? Yes, we inspire people through music. It's like we teach people how to build a piece through music. Yeah. As you know, that music, Congolese like music. And through music we can convey, we can spread the message. So how important is music? Music is very important because music is something which is emotional. Yeah. But when you talk to people, something from the heart, it really makes sense because it's something which lives forever. I think you know that the music speaks its own language. That's true. Yeah. That's true. No matter the language it is, but we can spread the peace message. That's why we are here. Are you helping me or what? Yes, we are. Don't worry. Masterpiece bouwt dus wereldwijd aan vrede. We work in over 40 countries. La Guinée, Egypt, Afghanistan, Turkey, Iraq, Uganda, Kenya, Nigeria, Nepal, Colombia, Sierra Leone, Uholanzi, Espanya. Tunaamini katika nguvu au uwezo ulio katika muziki. To break
the silence and bring opposites together. Avec les chansons, concerts and local top artists. We aim to prevent armed conflicts. We say la musique et non les combats. Ahi, dio masterpiece. C'est ça masterpiece. So we're gonna do this the show with Innocent Balloon, right? Yeah. Innes B. Yeah. Is he big? Because I heard a couple of songs, but is he big here? Yes. Yeah. He's a famous artist. How many fans does he have? Is it like hundreds or thousands or millions? Oh, I think millions. Wow. Yeah. That's good. Na een overstap in Rwanda op een korte binnenlandse vlucht, landen we uiteindelijk vlak bij de Congolese grens. Die gast met een enorme gun gezien achter me. Over mijn schouder. Goedemorgen. Ben je geen ruzie mee? Je moet waarschijnlijk ervoor zorgen dat we ons veiliger voelen, maar dat is... Het roept toch ook een soort gevoel op van onveiligheid tegelijkertijd. De Democratische Republiek Congo. Een land bijna zo groot als Europa met zo'n 70 miljoen inwoners. In Oost-Congo loopt bij de grens met Rwanda een van de langst durende gewapende conflicten ter wereld. Met al meer dan 5 miljoen slachtoffers. Bijna dagelijks zijn er gevechten tussen de verschillende rebellengroepen en het Congolese leger. Het is niet alleen een stammenoorlog, maar vooral ook een gevecht om de enorme bodemschatten zoals coltan. Deze door zware kinderarbeid verkregen grondstoffen worden gebruikt in onze mobiele telefoons en tablets. En dat brengt het wel heel dichtbij. Kijk, ik ben natuurlijk al een paar dagen in Congo. Maar Roel die moet nog aankomen. En ik ben heel erg benieuwd wat hij ervan vindt. Ik ben inmiddels wel gewend, maar ik heb geen idee wat hij ervan verwacht. Maar goed, eerst maar eens even die grens overkomen. Hey, Saar! Je merkt wel dat het nu gaat gebeuren. Ik voel ook wel een beetje spanning, maar ja. vooral veel zin. De universele taal van muziek die gaat denk ik wel helpen hierbij. En ja. dat, daar kijk ik wel heel erg naar uit om dat te voelen. Dat heeft iedereen het altijd over, dat het altijd overal werkt. Dus ja, ik ben benieuwd naar. How are you, Jumbo? Fine. I'm Swahili, Jumbo. Jumbo. How are you? How are you, Jumbo? Yeah. Iedereen is heel nieuwsgierig. En het is wederzijds. Die man die zegt, who are you? Dus ik zeg mijn naam en hij zegt, de zijne. En wat komen jullie doen? Nou, muziek maken en... Oh, you're very welcome in Congo. We love music. Nou, maar dat is toch super gaaf. Do you like music? Ja. Yeah. Al die mensen kijken naar iets waarvan ze helemaal niet weten. Wat we daadwerkelijk komen doen. Jumbo! 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 Okay. Nice to meet you. My name is Roel. I'm Diego. Yeah, nice welcome to meet you. Congo. Thank you. Is that for masterpiece? I'm Uri. Roel, nice to meet you. Yes. I'm Thomas. Roel, nice to meet you. Yes. Hey, Roel. Sir. Fijne reis. Ik ga alleen even niet mee. Oh, wat ga je doen? Want ik ga naar Boma, want ik ga daar in het bier ontmoeten. En hij gaat mij naar Boma laten zien. Oké, okay, te gek. Kom je ja? Nou op tijd terug? Uiteraard. Oké. Voorzichtig, hè? Doei. Doei. En terwijl Saar naar Goma vertrekt, starten wij samen met de lokale muzikant Thomas Lusago onze Music Above Fighting Tour. Ok. Cette chanson, au fait, c'est une histoire de mon propre village où les rebelles sont venus. Les rebelles ne sont pas rebelles, ils sont des animaux parce qu'ils vivent dans leur propre village, ils violent dans leur propre village. Et ça, j'ai déduit cette chanson aux rebelles pour leur dire arrêtez la guerre, vous n'êtes que des vaches, vous ne faut pas vous rebeller contre nous, les rebelles, vous contre les gouvernements. Tous les soirs,
ménage comme d'habitude. Pas mon lit, enfant au coup d'épée. Aïe, yo, 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 mawo. C'est alors que j'ai un troupeau de vaches et pas des humains. Je compte ma lira. Yeah, yeah, yeah. Je compte ma lira. Yeah, yeah, yeah. Je compte ma lira. Yeah, yeah, yeah. Writing a song and singing a song and like this, is that dangerous for you? Non, non, ça n'a pas de danger pour moi. Non? Ça n'a pas de danger pour moi parce que, bon, physiquement, ça a des dangers pour moi. Mais spirituellement, ça n'a pas de danger pour moi, je m'en fous, quoi. Nog maar koud over de grens en nu al hoor ik dingen die me compleet ondersteboven gooien. Dat je dacht dat muziek gevaar zou kunnen opleveren. Ja, precies. Risico. Om iets te spelen. Ja, daar ben ik even stil van. Respect. Ja, seriously. Oké. Ik ben op weg naar Goma om Ines B op te halen. Deze stad ligt al jarenlang aan de rand van het gebied dat door de rebellen wordt gecontroleerd. Een oorlogsfront dus. Enkele weken voordat we hier waren, was Goma zelfs nog ingenomen door de rebellen. Niet echt een fijne plek om op te groeien. Het is wel grappig, het is een soort van onboard magazine en er staan allemaal dingen in. En kijk eens wie ik er tegenkom. Onze Innocent. En als ik het goed lees, dan is deze jongeman echt heel erg beroemd in Congo. Dus ik ben benieuwd dat ik zo meteen aan ga treffen met hem. En hij heeft dezelfde lening als ik aan. Dus het is sowieso een baan. Everybody knows me, needs me, cause I got what they want. Hoe connaissez ce garçon? Oui, je le connais. Il est congolais. Son nom c'est Innocent Baloumé. Et très bon. Il est bon. Oui. Il a trop de popularité. Ah oui. Deze ambassadeur van Masterpiece werd beroemd doordat hij een paar jaar geleden de landelijke talentenjacht won. Hij werd de held van Oost-Congo omdat er nu dan eindelijk ook iets positiefs uit deze conflictregio kwam. Historique. Il nous a marqué, il a marqué même la population de Goma et le monde entier en général. Merci beaucoup. Hij werd dan ook als een echte volksheld de stad Goma weer ingehaald. Zo. It's Innos B. It's Ennis. Innes. Innos B. I heard you are like very, very famous. Everybody knows you. Now, how do you know? You wasn't here. I asked people. You were in the magazine on the boat. Wow. What? Yeah. Wow. Do you have a copy? Wow. See? Wow. This is good. I didn't know. You didn't know? No, I didn't. Ines gaat me laten zien in welke buurt hij is opgegroeid. Al snel blijkt dat opgroeien in een oorlogsgebied hem snel volwassen heeft gemaakt. Music is like a game that everybody loves, you know, and when you have all the people intention, then you can give them a message. But first of all, you have to let them have fun with you, communicate with them. And that's a good thing when they see somebody that comes from Holland, and I'm from here, we make music together and do something for them. Can you tell me, like, how important is peace here in Congo? Justice, peace, they all go together. And for me, it's very important because that's why the country is messed up, you know? It's all these wars that never stop. I don't know if it became a business or something. Yeah. We're here in the town, but at night, it's another story, you know? It's insecurity every day. There is a person who's dead. It's a crazy situation. How important is music here in the region? Music is important because music is... It takes all over the place. You know, with some message through the melody, you know. So music is everything, you know. Als hij me zijn oude school laat zien, valt meteen de aanwezigheid van de VN op in deze stad. As you can see, there's the UN next door. At the end of the day, the UN here means war. They means
it means protection. So as long as they hear, it means we're still in trouble. That's what, and that's what people don't like about it. And is it dangerous for an artist to like tell the truth or tell what you think? Yeah, because sometimes you get judged. That's the thing, it's dangerous. And here it's dangerous, yeah. But isn't that terrifying? That you can't say what you want to say? It's very terrifying. Everybody want to be free. Everybody want to say what you want. What is the message you want to deliver? The message is that I'm telling all the people watching this, if you want to help a country like Congo, you have to go and meet the people down there. Don't go and meet the president. Don't go and meet the minister. You don't need that. You need to come and talk to the people and know what they want, what they need, you know? That's what it is. So this is where you grew up? Yeah. This is where I grew up. What, this house? Yeah, I used to come here play soccer with my friends. And yeah, this is where like my cousin were living, me and my family right here. Look at what's happening, oh my God. You're surrounded. So this is what it is. Al snel blijkt zijn enorme populariteit en dreigt het bijna uit de hand te lopen. Gelukkig weet hij met muziek de gemoederen weer te bedaren. This is Inos B and this is my family. Straks zorgen we voor een enorme reclamestunt door midden in de stad op een dak muziek te gaan maken. Masterpiece, Music Above Fighting, wordt mede mogelijk gemaakt door het V-Fonds. Mijn band en ik zijn voor Masterpiece naar Congo gereisd. Om de lokale Masterpieces te steunen en met artiesten uit de regio muziek te maken voor de vele jonge slachtoffers van de oorlog. Inmiddels zijn we met de Congolese muzikant Thomas aangekomen bij een opvanghuis. Hier kunnen jongeren die door de oorlog niet meer naar school konden, nu eindelijk weer een vak leren en bouwen aan een andere toekomst. L'école spéciale. Oh oui, une école spéciale où on apprend les métiers quoi. Il y a des enfants qui ont été dans les bandes armées, qu'on a retirés dans les bandes armées. Au lieu qu'ils restent là-bas, on les apprend à faire la mécanique, la menuiserie. We besluiten om eerst even een rondje te gaan lopen in het opvangtehuis en we beginnen bij de kappersopleiding. Bonjour. Can we come in? We don't have an appointment. Al deze jongeren leren nu een vak en kunnen zo de oorlog achter zich laten. Hoewel iedereen nog wel een heftig verhaal heeft over die oorlog. Al snel raak ik aan de praat met Godin. Do you want to talk about your past or would you rather not talk about it? Bo, maisha yangu ya zamani nilikuwa mtoto mdogo. Wajakazi wakanikamata wakaniingiza mwarume nikatumika. Paka saa hii nikatoka, leo hii njo maana niko hapa sasa. Nilipiganaga sana na nikaua wa mingi na sie wakaua wa mingi musie. Na kuua mwarume havikosake juu njo kawaidu na ingia juu kuuana tu. Na wewe sazimua watakuua ni kuuana tu. Wow. Merci beaucoup. Thank you so much. Yes. Ondertussen staat op de autoafdeling de rest van mijn band ook met een ex-kindsoldaat te praten. Can you ask him how old he was when he started fighting? Ja, dat begon aan 1914. Are here some boys that fought together maybe or were against each other? Baba tu kona wapa. Piko be wapa. Ju Nawa tu kwa nilipitaga msandra wa pale on BVC hapa ni watu wa mlo BVC. So that goes well. Yeah. What are you making? A dress? Yeah. Yeah? Yes. Did you make this yourself? Yes. Yeah? Beautiful. Who's the teacher? Maar ook deze meisjes hebben allemaal een heftige geschiedenis.
de 15-jarige Furaya wilde haar verhaal wel delen. Zo, wat een verhaal. Maar dus dat iedereen heen heeft. Iedereen heeft zo'n verhaal. Ja, zijn eigen. Jesus Christ. Het is bizar. Ja, die is heel snel volwassen geworden. Ja, dat kan je. Wat me vooral aangrijpt, is de veerkracht van deze jongeren. Die ondanks al hun oorlogservaringen dolgraag verder willen in het leven. En de kans die ze hier krijgen om een vak te leren, met beide handen aangrijpen. Sasa kitu nilitaka sema, siko mi peke artista ya Sud Kivu. Kuko bengine wa artista ya Sud Kivu. Benye biko hapa ni group Abiwachu. Abiwachu! They are not very known because they are discriminated. It's a small group and Why are they discriminated? Kwa nini wanawa discriminated? Sababu wanasema kama si wakongamani. Wamoja wanasema ni wakongamani. Some say they are not Congolese. They say they are from Rwanda and like that. So that's cool of you to play it together with them. Ndio nasikia kucheza nao vizuri sababu mimi na wakubali kama wenzangu wa. He accepts them and that's for him it's a way to integrate. That's good for you, man. Good job. Thomas heeft de bedoeling van Masterpiece echt goed begrepen. Namelijk met alle partijen van een conflict muziek maken om zo de wonden te helen en te bouwen aan een toekomst zonder oorlog. Moet je je voorstellen, wij mogen hier meespelen met de Hutus en de Tutsis. Twee rivaliserende bevolkingsgroepen waar nog steeds veel spanningen tussen bestaan. En dan spelen we bovendien voor jongeren die in verschillende rebellengroepen hebben gezeten en enkele maanden geleden nog op elkaar schoten. Bizar. Precies zoals we dat gerepeteerd hebben. Precies. Ik vond het echt super vet. Ja, het was tof, man. Schaaf. Let's get to the plane. Tijd om deze ervaringen te laten bezinken is er nauwelijks, want voor we goed in wel zitten, komt Saar aangelopen en ontmoeten we eindelijk Innersby. Hey! 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 Nice to meet you. Nice to meet you. Finally, half of the songs is about girls. Mm-hmm. And that's right. That's on your mind, obviously. And yeah. The other half is about Africa. Mm-hmm. But so that's. I think that's. I was thinking to myself, that's a huge responsibility for you now that you are like the face of like a generation. Do you feel that that weight on your shoulders, or for me, coming from a country like Congo with a lot of troubles here, I feel like I can. I can do something just with the music to give a positive. That's what the song Big Africa is about, right? Yeah, that's right. From the north side to the south side, you're getting better and better, and that day by day. The image that the outside world has is the negative, but
I think that with the music, a young artist like me, I think it's a good, positive image. That's what also makes you the perfect ambassador for Masterpiece. Morgen spelen we al samen, dus we moeten meteen aan de slag. En nu ben ik benieuwd of de universele taal van muziek zich laat gelden. I got a flow. Maar wij hebben ons huiswerk natuurlijk ook voor elkaar. Terwijl wij dus als een sodemieter een setlist in elkaar draaien voor het Vredesconcert, gaat Saar op bezoek bij Isa om te kijken of de door ons bestelde audioapparatuur ook echt aanwezig is. Ik hoor iets van een bas. Do you know where Isa is? Isa? Do you know where he is? No, okay. Is Isa here? Isa is he? She is. No? Check it. Isa. De l'autre côté. Ah, merci beaucoup. Okay. Isa staat net te oefenen met zijn band. Want morgen gaat ook hij met Roel mee met onze Music Above Fighting Tour. Thank you guys so much. Merci beaucoup. So, you have the whole PA system. Can I check it? Oui. En de boxen? Nou, mijn mixer. De mixer. Speaker. Speakers. Loudspeaker. En zo kom je ergens in een nutje waar deze man muziek maakt. We hebben gewoon een mixer, boxen, nou ja, you name it. Laten we hopen dat het dat doet, maar ja, dat kan ik natuurlijk niet checken. Wat natuurlijk meteen opvalt, is dat men hier veel doet met weinig. Een zelfgemaakte gitaar en een geïmproviseerd drumstel. So this is my hi-hat. And this is my snare. Yeah. And this is my kick drum. I put it down so that they can feel it. Yeah. Yeah. But there's no cymbals, there's no tom. But I'm just trying to give them the beat so that we can just do practice. De volgende dag vertrekt de tour naar het landelijke dorpje Miti. Isa en zijn band zijn inmiddels aangesloten. Ik ben vooral benieuwd wat we gaan spelen, want daar hebben we het nog niet over gehad. I just discovered, ik kom er net achter dat hij nog nooit van de Beatles gehoord heeft. Dat is een beetje een shock voor mij, dus ik ga even testen of het echt niet zo is. I'm gonna play you a song by the Beatles called Yesterday. Ik vind het wel heel bijzonder om iemand voor de allereerste keer de Beatles te laten horen. Toch een beetje alsof iemand sneeuw laat zien. We zijn even gestopt omdat we mensen langs de kant van de weg zagen zitten. Die hele grote stenen, kleinere stenen aan het maken zijn en daar weer kleinere stenen van aan het maken zijn. They removed the big stones from the... Het blijkt dat deze mensen dus cementgruis maken waarmee huizen gebouwd worden. Bring it outside here. To break it. Piece by piece. En dit doen ze dus de hele dag. Ik zie een hoop kinderen die duidelijk niet op school zitten. C'est difficile? Oui, oui, c'est difficile. Nous, nous sommes en train de travailler pour voir comment on peut vivre. What time do they start in the morning? 6 heures à 6 heures. Oui, oui. Nous, nous mangeons pas. Nous manquons à manger. Do you sing while you are? Yes. Jumbo, Bwana, Jumbo Bwana, Abarigani, Muzuri Sana, Jumbo, Jumbo Bwana, Abarigani, Muzuri Sana, Tuimbe, Tuimbe.
Hakuna Matata. Hoe oneerlijk het ook is dat ze honger hebben, en hoe groot het verschil ook tussen onze levens, muziek brengt ons hier samen. En wat begon met een afstandelijke houding, eindigt in een warm afscheid en een glimlach op ieders gezicht. Hakuna Matata. Ik ben ondertussen bij het lokale radio- en tv-station. Om niet alleen te regelen dat ons concert uitgezonden wordt op de radio, maar ook om te zorgen dat iedereen hoort over Masterpiece en ons concert. Shit, ons is kapot. Afgefikt. Hallo. Ik weet ook niet waar ik naar binnen moet, maar... Oh, hier. Hi. I'm sorry. Is there a possibility that I can interrupt the show? You say? Is there a possibility that I can interrupt the show? Because I have like a little announcement to make. We just skip. Yeah? Hi. Hi. Sorry, my French isn't that good, but we're organizing a big show at 4 o'clock. It's for Masterpiece, and we're trying to create togetherness. Who musician will be there? I can tell you there's a Dutch artist coming. He's called Roel van Velzen. He's very small, but very talented. And we have Innocent Balloon coming. You know him? Yes, I know him very well. He's a big star here, right? Big star, okay. Ze zaten daar dus net in de studio te praten met de lokale peacekeeper Eric Mongo van IKV Pax Christi. On parle aussi de la paix. Et nous, on travaille plus avec IKV Pax Christi, qui est un partenaire de Masterpiece, qui travaille sur la paix. Donc... Oh, là. Is this common? Yes, in a few minutes. En dan valt de stroom uit. Maar behalve ik kijkt niemand er echt van op. Het is een beetje houtje-touwtje en ik probeer me een soort van verstaanbaar te maken. Ik weet niet of het gelukt is, maar ik denk wel dat we nu wel... Ik heb in ieder geval miljoenen luisteraars, tenminste dat zeiden zij, kunnen bereiken. Thank you! Thank you! Kijk. Because there are no Jesus Christ, there's the one for a demon, because the love would never end for us. Hallelujah! Thank you. You're Thank welcome. You very much. You're welcome. Have a great day. Thank you. The same to you. Straks komt Saar in een spannende zoektocht terecht naar het mineraal coltan. En ronden we deze muzikale roadtrip af met het grote vredesconcert. Waarop zijn Afrikaans natuurlijk ook af en toe de stroom even uitvalt. Masterpiece, Music Above Fighting, wordt mede mogelijk gemaakt door het V-Fonds. Mijn band en ik zijn voor Masterpiece naar Congo gereisd. Om de lokale Masterpiecers te steunen en met artiesten uit de regio muziek te maken voor de vele jonge slachtoffers van de oorlog. Inmiddels zijn we met zanger Isa op weg om te gaan spelen in het dorpje Miti. Dan kunnen we daar meteen promotie maken voor ons Masterpiece concert met Ines Bien. Message in the music. What do you want to tell your audience? C'est-à-dire le message, surtout le message de paix, d'espoir, le message d'amour aussi. Et puis voilà. Bonjour. 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 Ça va? Bonjour. C'est daar een jongetje wat denk ik zo oud is als mijn zoontje. Dat is wel heel maf. Kleedt gewoon buiten en hij heeft. Ja, waarschijnlijk geen school. Denk je meteen, ja, wat heeft zo iemand voor kans dan? Wat gaat hij worden? En hoe gaat dit land in godsnaam ooit er bovenop komen?
Als Isa na afloop in de bus vertaalt wat hij heeft gezongen, duizelt het me even. Hoe goed ik me ook had voorbereid, nu dringt de kracht van Masterpiece pas echt goed op het door. Muziek als wapen. Teksten die inslaan als een bom. Vrede is misschien nog ver weg, maar het lijkt alsof deze liedjes alle ellende op zijn minst bespreekbaar maken. En een van de oorzaken van alle ellende in deze regio zijn dus de enorme bodemschatten hier. Diverse groeperingen proberen door illegale mijnbouw hun oorlog te financieren. Bewaakt door kindsoldaten hakt de jeugd hier naar coltan. Masterpiece Amuri neemt me op mijn verzoek mee om me hier ergens coltan te laten zien. Na twee officiële handelaren die domweg ontkenden dat er coltan in de stad was, kwamen we op aanraden van onze chauffeur uiteindelijk in de heftigste achterbuurt van Bukavu uit, waar je het schijnbaar gewoon kon krijgen. Maar daar was de sfeer zo gespannen dat na een kort opstootje ons met klem werd geadviseerd niet verder op straat te filmen. Ook bij de handelaar merkte je aan alles dat dit niet zomaar de lokale bouwmarkt was. En net toen ik dacht dat we weg moesten, bleek dat een man ons de coltan wel wilde laten zien. Wow, that's a lot, right? That's it. Yeah, because this, they have to dig this in the soil. So people, they are every day busy. You'll see young people, yes. Old people just digging this. And there are this complete because everyone wants to take the place where it's really rich in this. Yeah. And in, it's a matter of, you know, the conflict of interest. And when this rebellion, they took a certain place, so they use people to take to dig this mineral. So in the mobile phone you're using, the battery is from this one. Almost so every cell phone. Every cell phone, all computers, all electronics in the world, they're using this one. So you can see how much this is gold. Yes, it is in bijna elke telefoon. So if you're using dus voor deze shit hier. Moet je nagaan, het is zo'n rijk land eigenlijk aan mineralen. En dan is het tegelijkertijd zo ontzettend arm. Masterpiece, they have a program of collecting the mobile phones. As I've told you before, that all phones we are using, they are made from these materials. From these minerals, These minerals, coltan. So this initiative is for collecting and use the phone from people. Old phones? Old phones. Yeah. So we need these old phones so that we can redistribute them in several parts of the world. En dat is wat jij dus ook kan doen. Je kan je telefoon inleveren en dan help je echt heel erg. Kijk even op de website hoe je dat moet gaan doen. Op initiatief van de Masterpiecers gaan we samen met Innus een stunt uithalen en op een dak midden in de stad spelen ter promotie van ons gezamenlijk vredesconcert later die dag. Oh, right here? Right here? Blue building? Yeah, I can see the instrument. Oh, wow. What a cool spot. Oh, daarboven, daar. Daar op het dak. Ja, je ziet de mensen hier bekken. Hier gaan we spelen, op het dak. Jezus, dit wordt helemaal te gek. This is wonderful. Wonderful. Vet. Wow. It's a good stage. Oh yeah, this is the best stage ever. We oppassen voor de scheerlijnen. Is die bij Brett Vindel en die kwijt? Ja, wat een te gekke plek, wat een bizarre plek. Gewoon midden op een kruispunt. Voelt een beetje Beatles, U2. Maar dan met een hele grote ster uit Afrika. Afrika breaking down. It's our time to shine. Naturally, I welcome them kindly, but I want them to get in my house slowly. I need my composure, cause troubles ain't welcome in my heart. Let's go from the inside to the west side. It's
from the north side to the west, south side. All right, it's all good. One time, let's go. Oh, oh, oh. Africa, break it down. Oh, oh, oh. Grappig was dat de mensen op straat eigenlijk zo flabbergasted waren door de stunt dat ze pas door hadden wat er aan de hand was toen wij al door de politie werden weggestuurd. Merci, merci, Sana, Bukavu. Moet stoppen. Moet stoppen van de politie. Net als met de Beatles, toen die werden ook van de Beatles. You guys are right, get back down. Ladies and gentlemen, Binon Samba Lumbe est avec vous ce soir pour vous animer un concert à ne pas rater. At 3 o'clock, we're gonna have a fantastic concert here on the Central Square in Baguera. Ok, merci, ok, merci. C'est ça. Eindelijk is het zover. Het vredesconcert van de Music Above Fighting Tour gaat beginnen. De drie organisatoren van Masterpiece vertellen het publiek nog even wat ze kunnen gaan verwachten. Het is zo stoer dat de jongeren gewoon gaan staan en dat ze denken dit kan niet meer zo, we moeten iets doen en dat ze dat ook gewoon doen. Dit is wat we wilden. Dan valt de versterker ineens uit. Maar ik denk dat wij de enigen waren die daarvan opkeken. Uiteindelijk spelen we allebei meerdere nummers en blijkt Innes een meester te zijn in het bespelen van zijn publiek. Deze trip zullen we niet snel vergeten. Die 16-jarige Innes B die ondanks zijn jonge leeftijd zijn verantwoordelijkheid neemt en een voorbeeld is voor zijn hele generatie. Jambo Puana, Abari Gani, Musari Gani. Oh, oh, yeah, did I do it right? No. Ik hoop dat we de lokale Congolese Masterpiece Club een zet in de goede richting hebben gegeven. Ons concert werd in ieder geval op tv, maar ook door radio live uitgezonden in Oost-Congo. We hebben dus met onze vredesboodschap een paar miljoen Congolezen kunnen bereiken. Okay. Jambo. Dit vredesconcert was pas het begin. Deze tour is de opmaat naar een wereldwijd vredesconcert op 21 september 2014. Maar goed, dat is voor volgend jaar. Nu om te beginnen, eerst mijn oude mobieltjes maar zoeken om in te leveren. Masterpiece, Music Above Fighting werd mede mogelijk gemaakt door het V-Fonds.